Ceuta en Melilla. U heeft daar misschien al ooit van gehoord. Dat zijn twee Spaanse enclaves op het Afrikaanse continent. En dat is een dun pijltje. Je moet kijken, dat zijn dus de pijlen. En dus de tweede is de Libië-route, het centraal mediterrijnse route. En de westelijke route is de westelijke Balkanroute, waarbij de mensen vanuit vooral Midden-Oosten, Syrië, Irak, via Turkije, Griekenland, door de Balkan, Hongarije, en zo verder door reizen naar vooral West- en Noord-Europese landen, om daar dan asiel finaal aan te vragen. Of de UK te bereiken. Heel actueel ook met het Maximiliaanpark. Dat zijn de Soedanezen die vooral via de centraal de Libië-route binnengekomen zijn via Italië. Belangrijk hier, ik kan tekenen, is dat zijn cijfers hier linksbovenaan. Dat zijn cijfers van 2015. Dat zijn cijfers van tijdens de volle asielcrisis. De dikte van de pijlen is niet meer relevant op dit moment. De dikte klopt niet meer. Want dus in 2015 was het zo, was de grootste route die Turkije-route, dan Libië en dan Marokko. Nu is eigenlijk de Turkse route eigenlijk ook een heel dun lijntje, zoals daar. En de Libië-route sinds enkele weken is die ook onder controle en is ook heel snel versmalt qua instroomcijfers, qua het aantal mensen dat effectief de oversteek maakt over de Middellandse Zee richting het Europese continent. Heel belangrijk daar in verband met de Marokko-Spanje-route, de Ceuta en de Melilla-route, heel belangrijk om te weten, is dat alles vroeger ook een zeer grote instroom. Dat was vroeger ook een hecht en dikke pijl. Spanje heeft hekken geplaatst. En je leest dat dan vaak in bepaalde progressieve media. Het plaatsen van hekken, geen hek is te hoog, geen muur is te diep, geen zee is te diep, geen muur is te dik. Migratie, je kan dat niet tegenhouden. En als iemand wilt komen, kun je niet tegenhouden. Migratie is een soort van natuurfenomeen. En daar kan je eigenlijk niets aan doen. Dat is niet juist. Dat is absoluut niet juist. Sinds de mensheid bestaat, bouwt die muren om invasies, migraties weg te stemmen. De Chinese muur is gebouwd tegen de Mongoolse invasie. Komen in heel Europa staan muren. In heel de wereld staan er. Staan hekken, muren. En iedereen praat over het hek van Viktor Orbán. Maar niemand praat over het hek dat veel groter, veel harder bewaakt wordt.